Goedendag. Het hart van menig winterliefhebber zal sneller gaan kloppen, want volgende week gaan de temperaturen naar beneden en krijgen we ook echt wel weer met vorst te maken. Achter mij staat een plaatje van het 500 hectopascal patroon. Dat is het niveau op zo'n 5 kilometer hoogte en dat stuurt voor een groot deel ons weer. Laten we daar maar eens goed naar gaan kijken. We zien dan feitelijk een soort van hoge drukgebied ook boven het westen van Frankrijk en Groot-Brittannië liggen. En dat hoge drukgebied, dat is feitelijk een blokkade. Als ik de kaart in beweging zet, dan zien we dat er een soort van omega-vorm ontstaat. Omega, zoals de Griekse letter is. En die omega-structuur, dat heet ook wel een blokkade. En die blokkade die ligt precies boven Groot-Brittannië en Nederland en Frankrijk de komende tijd. En dan zien we aan de zuidkant zeer koude lucht vanuit het noorden van Europa naar het zuiden zakken. Aan de oostkant moet ik zeggen. En aan de westkant zie je eigenlijk ook wel hetzelfde gebeuren, maar dat is allemaal ver weg boven de oceaan. En eigenlijk ligt die blokkade niet helemaal goed, want u moet zich voorstellen, als nou die as van die blokkade iets meer boven de oceaan had gelegen, dan had deze koude lucht, die boven het noordoosten van Europa aanwezig is, ons nog makkelijker kunnen bereiken. Nu zitten we eigenlijk een beetje aan de grens. En dat betekent dat we wel degelijk met koudere lucht te maken gaan krijgen. Maar die echte diepvrieskou, die komt nog niet onze kant op. Dat is in ieder geval niet wat er nu in de verwachtingen staat. Ik pak even de weerkaart erbij, zoals die voor de komende dagen wordt voorzien. Dan zien we ook dat hoge drukgebied aan de grond terug. En het hoge drukgebied, dat trekt dan iets naar het noorden en zorgt in ieder geval voor dat storingen op afstand worden gehouden en dat we dus niet met neerslag te maken hebben. Hier zien we ook die koude lucht vanuit het noorden van Europa richting Moskou trekken onder andere. Daar krijgen ze te maken met zeer lage temperaturen in de loop van volgende week. Gaat wel richting de -20 toe. En wij zitten nogmaals een beetje aan de rand en de stroming moet wat meer oostelijk gaan worden om uiteindelijk ook wat koudere lucht onze kant op te gaan krijgen. En het ziet eruit dat dat wel gaat gebeuren. Het Amerikaans model waar we nu naar kijken laat dat echt wel gebeuren. En ook het Europees model heeft datzelfde beeld. Dus in de loop van de week duidelijk wat koudere lucht. En dan krijgen we ook te maken met nachtvorst. En ook de kerstdagen, die zien er dan echt wel wat kouder uit. Laat ik maar eens even de temperatuurpluim erbij pakken van het Europees model. Dan zien we aanvankelijk die temperaturen zo rond die 9 tot 10 graden. Daar hebben we nu mee te maken. Dat is dat zachte weer. Maar vanaf maandag op dinsdag komt er duidelijk wat koudere lucht onze kant op. En dan gaat de maximumtemperatuur ook naar beneden. En dan zitten we zo rond de 3-4 graden als dit gaat uitkomen overdag. Maar de nachten die worden echt wel kouder, want de temperatuur die daalt tot onder het vriespunt. Kortom, dan gaan we weer met vorst te maken krijgen. En de kerstdagen die bevinden zich in de pluim nu hier in dit gebied. En dat betekent dat het ook echt wel koude kerstdagen gaan worden met temperaturen iets boven het vriespunt en in de nachten vorst. De temperatuur die zorgt dus voor koude kerstdagen, maar wordt het dan ook een witte kerst? Qua temperatuur moet dat natuurlijk makkelijk kunnen. Maar je hebt niet alleen een lage temperatuur nodig, je hebt natuurlijk ook wolken nodig waaruit neerslag kan vallen. Nou, laten we eens even naar de neerslagkansen gaan kijken voor sneeuw voor de komende periode. En dan zien we wel degelijk dat er een signaaltje aan het komen is voor de kerstdagen. Op zaterdag en zondag zien we kansen van zo'n 20-25% dat er een beetje sneeuw kan gaan vallen. Of het echt genoeg is voor de officiële witte kerst, hè, dan moet in de beeld op het hoofdstation van het KNMI op beide dagen een sneeuwdek aanwezig zijn. Nou, dat lijkt me nu nog echt wel te vroeg om dat te gaan roepen. Maar er is wel een signaaltje op sneeuw. Uit wat dikkere bewolking zou er best lokaal in Nederland misschien wat sneeuw kunnen vallen. Ook al omdat op donderdag en vrijdag dat signaal aanwezig is. Maar een witte kerst, volgens de definitie, dat durf ik toch nog wel een beetje te betwijfelen. Sneeuwval dus tijdens die kerstdagen, dat is mogelijk. Hè? Zoals hier staat, 20-25%. Maar is er dan ook nog kans op regen bijvoorbeeld? Nou, laten we ook nog even naar de neerslagkansen gaan kijken. En dan zien we dat die neerslagkansen over het algemeen, en ik pak weer even de kerstdagen erbij, dat speelt zich hier af. Ja, die neerslagkansen die komen overeen met de sneeuwkans. Met andere woorden, als er dan neerslag gaat vallen, is de kans wel erg groot dat dat in de vorm van sneeuw gaat zijn. Nou, nog even de temperatuurpluim erbij, want we zijn nu gewend aan die 9 tot 10 graden. Dat gaat tot en met het weekeinde nog wel even door. Maar ik zou toch zeggen, dikke jas klaarleggen, muts, ijskrabber. Want die hebben we volgende week allemaal wel nodig als die temperaturen geleidelijk aan gaan dalen. Nog fijne dag.